Roda JC Kerkrade speelde zaterdagavond in het tweede thuisduel van dit seizoen gelijk tegen Vitesse. In het Parkstad Limburgstadion ging de wedstrijd gelijk op. En de 1-1 uitslag was dus ook niet onterecht. Al had er misschien toch nog meer ingezeten voor de Limburgers. Ik denk ja en nee. Hun hebben heel veel kansen gehad. Maar wij hebben ook kansen en mogelijkheden gehad. En hun hadden momenten dat hun beter waren. Wij ook, met name aan het eind. Dus ik denk wel dat het redelijk in balans is. Ja, terecht de uitslag, dat sowieso. Ik had wel het gevoel dat er meer in had gezeten. Maar daarvoor hadden wij beter moeten, de mogelijkheden beter moeten uitspelen. Want we hebben niet echt recht gehad op 3 punten alleen. Ik denk wel dat het had gekund. Zeker thuis kun je wel voor een apotheose zorgen. Maar echt verdiend hebben we het niet. Waar baseer je dat gevoel op, dat je denkt dat er meer in had gezeten? Nou, omdat we gewoon vaak door hun middenveld heen braken. Ja, en dan moet je hun achterhoede kunnen uitspelen. We zijn er vaak doorheen gekomen, alleen in de laatste paas. Of het in de afwerking, dat schotte er een beetje aan, vond ik. Aan de andere kant, we hebben ook kansen tegen gehad. Dus onze keeper heeft het goed gedaan. We hebben geconcentreerd gespeeld als een team. Ja, punt is denk ik wel realistisch. In de tweede helft val jij in. Wat voor opdracht kreeg je mee van de trainer? Om Van Arnold in de gaten te houden, die mocht niet over me heen. Om dan tussen de linies te komen en vanuit daaruit ook in het spel betrokken te worden. Om ook mijn momenten breed te houden. Jij scoort hier 1-1. Dat was volgens mij nog best wel een lastige goal, denk ik. Ja, in het veld heb ik hem niet zo ervaren. Maar van de mensen van de bank heb ik het ook gehoord dat de hoek wel vrij lastig was. Alleen in het veld ga je niet nadenken. En dan is het een leeg goal. En dan denk je, die bal moet daar naartoe en je schiet gewoon. En dan is het goed raken of niet goed raken. Ik kan me voorstellen dat het lekker is dat je je eerste minuten hier maakt, in ieder geval in een thuiswedstrijd, en dat je dan meteen scoort. Ja, dat is wel aardig, ja. Ik denk dat wel een goed gemiddelde is. Ben je tevreden met het spel wat jullie vandaag hebben laten zien? Is de verbetering ten opzichte van vorige week? Het is wel zeker een verbetering ten opzichte van vorige week. Met name in balbezit tegenpartij hebben we echt als een team gespeeld. We hebben hard gewerkt voor elkaar. Veel gepraat, met beleving gespeeld. Alleen tevreden kunnen we nog niet zijn. We moeten nog naar nog een beter niveau. Ik vind persoonlijk dat je Vitesse thuis hier zou moeten pakken. Alleen dat hebben we niet gedaan. Zo goed hebben we ook niet gespeeld. Daarom zeg ik nog niet helemaal tevreden. En ik denk dat we het nu eigenlijk niet overlopen zijn. We hebben het redelijk in controle kunnen houden. De lines redelijk compact kunnen houden. Alleen aan het eind zie je toch het mooie voetbal. Het veld in één keer van 16 tot 16 was bijna. En dan moest je lopen. Alleen dan maakt het ook wel weer leuk en dat maakt het extra weer spannend.